Onze inventory die, ziet er zo goed uit. Zeker met die bars. Hopelijk kunnen we een goede defense maken. Toch? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Stevie, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we diep ondergrond gegaan, hebben we verschillende boulders gehad, maar hebben we een enorme goede mining session gehad. Waardoor dat we, ik weet niet hoeveel accessoires ze te pakken hebben gekregen, maar voornamelijk een enorme hoeveelheid ores. In deze aflevering gaan wij beginnen met ons een beetje te equippen. Ik denk dat ik eerst voor een zilver setje gaan. We zouden ook een platinum helmet kunnen gaan, maar ik denk dat ik een complete zilver set ga halen. In verband met dat we dan een enorme defense bonus ook nog eens in een keer gaan krijgen. Dus ik hoop dat we dat kunnen halen. Ja, dan hebben we er 8 over. Zilver bow, even kijken, die hebben we al eentje. Dus dat is al gunstig. Nou, deze die kunnen mooi daarbij. En dan gaan wij dus van 12 defense naar 20 defense. Want als je dus deze hebt, dan krijg je ook nog eens in een keer een set bonus van 3 defense. Dus we hebben nou 3... 4, 3, dus dat is sowieso 12. Even kijken, 3 plus, dat is 10 plus 3, dus 13 defense. Plus de defense van onze accessoires. Hartstikke leuk. 20 defense is extreem zelfs. Nou wil ik dus ook een hamer maken. Nou, platinum, hebben we er 31 bars van? Hoeveel kost het om een hamer te maken? 10. Heb ik dat ervoor over? Dat is wel de beste hamer die we nou op dit moment kunnen krijgen. Doe maar, gewoon doen. En een nieuw zwaard zaten we ook nog naar te kijken. Broadsword, die kost er 8. Het is beter als we nog steeds rond gaan lopen met het houten ding. Want ik heb namelijk ook nog 10 platinum bars nodig. Dadelijk voor een klok te kunnen maken voor de stopwatch. Of gewoon tot we dus de tijd kunnen zien. Dat is altijd handig. Dus ja, qua lood denk ik dat we gewoon decoratieve items blijven maken. Want wapenslots van lood is niet echt handig. Dus ik denk dat we de lood gewoon houden zoals dat nou hebben. En dat we het daar gewoon op laten. Dus ja, dan mogen de bars weer terug. We hebben dus nou een enorme nieuwe equipment. We staan er best wel goed voor. Maar zoals ik al zei, wij willen dit keer ook nogal wat aan het bouwen. Aan ons huisje gaan doen. Zodat we eindelijk ons bed hebben. En zodat we eindelijk kunnen gaan kijken hoe dat wij, ja, dat wij onze span er bovenin kunnen zetten. Want ik heb hem boven, heb ik hem al een beetje leeg geramd. Zoals we dat kunnen zien dadelijk. Zoals je kunt zien, hier is de bovenruimte al een beetje leeg. En hiervoor wou ik dus de hamer hebben, zodat we dit weg konden halen. Want we hebben helaas geen living loom stuff. Waardoor dat we dus een eventueel huis zouden kunnen maken van... of ja, een achtergrond kunnen maken van living loom. Nee, ik kan een kristalletje maken, altijd handig. Dus ja, dat was eigenlijk nogal een beetje een teleurstelling. Dus wat ik wil doen is, ik wil een paar van die plateautjes weer hebben. En met de leaf, even kijken, met deze, daar kan ik dus mooi een plafondetje bijvoorbeeld ergens maken. Nou, zoals hier is het dan het mooiste om dan te zeggen van, hier wil ik dan een beetje nog de blaadjes hebben. Maar tot hier dan bijvoorbeeld weer eventjes een paardje doorloopt. En dan tot ik hier inderdaad even weer een NPC-huisje kan maken. Ja, en dan kan ik dit hier opvullen bijvoorbeeld weer met een gewone... stuff, zodat we daar weer een mooie tweede verdieping van kunnen maken. Maar in plaats van dus dit op te vullen met iets van houtachtig... Nou ja, aan de ene kant denk ik dat een houtachtige vloer wel leuk is. Maar dan denk ik dat ik naar de Frostbiome ga voor bijvoorbeeld de ijsvariant. Of de jungle variant misschien zelfs. Dus dat ik er wel een beetje variatie in kan gooien. Even kijken, dit was de bladeren, hè? Nee, dit is de bladeren. Dit is de gewone hout. Oké, nou, kijk, we kunnen hier dus... als ik me niet vergis, is dit hoog zat, hoor. En anders doe ik gewoon even zo. Dat is nog mooier trouwens. Ja, dit is mooier. Die vind ik mooier. En dan mag hij iets ingekort worden. Dus ja, ik ga heel eventjes hier... trouwens, nee, dat doe ik gewoon samen met jullie mee. Dat is gewoon hartstikke leuk. We maken er gewoon een gezellige bouwaflevering van. Behalve als ik even naar een andere baai moet om even houten verzamelen. Dan heb ik zoiets van... nee, dat duurt anders weer een beetje te lang. Dus even kijken dan. Als ik even kijken, want... We moeten hem eigenlijk eentje inkorten. Zodat ik hier een deur neer kan zetten. Zo. Ik wil hier dan twee deuren hebben. Want hier kan ik alweer 3 kamers ondertussen maken. Dus meer NPC's die er dan kunnen spannen. Het enige nadeel is dan... ik vind eigenlijk dat dit eigenlijk blader had moeten zijn. Dat fixen wij gewoon eventjes. Blader, 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 blader. Zo. Dat is leuk. Gewoon echt zo ook op bladeren zo moeten rondlopen. Waarom ook niet?
Even kijken, dit hoekje vind ik niet echt mooi. En natuurlijk helemaal aan de top, daar komt dan natuurlijk onze master bedroom. En ik ben nog van plan om iets anders te maken waarvoor dat de marble was. Maar op dit moment heb ik zoiets van, wij gaan gewoon hier een hele leuke boomhut van maken. En even kijken, ik mag wel een beetje ruimte hebben, want ja, ik heb een ego natuurlijk. Dus ik denk dat ik, als ik dit zo hier blokkeer... achterin... je moet lief komen. Zo. Veel beter. Dat ik hier inderdaad gewoon mijn bedroom van maak. En dat die ook maar via één kant... dat ik hem dan hier zo... een plateautrapje van ga maken of zo. Dat is wel leuk. Als dat tenminste gaat, hè. Dus even kijken. Poink. 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 Dan moet ik even hem toch iets extra inkorten. En dan denk ik dat ik toch nog een beetje extra van de wereld wil gaan exploren. Ja, ik maak deze boom ietsje breder. Tot het er nog wel een beetje als een echte boom uitziet. Want misschien dat we dan toch nog die living wood kunnen vinden. En dat we dan zo'n bed kunnen maken of zo. Dat zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn. Nou, hier wil ik dan inderdaad gewoon dat houden. En dan hier moeten dan nog wat plateautjes komen. Zo. Op zich is dat wel leuk zo. Ik vind het wel wat hebben zo. Beetje knus. Zo. Perfect. Nou, dit ziet er nog een beetje te gemaakt uit. Zo. Dat is beter. Nou, en dan opvullen hier nog een beetje voor NPC's. En dan kan er nog later een ander NPC-huisje bij komen. Volgens mij hebben we nog steeds geen nurse. Want we hebben hier inderdaad de drie huisjes van de bomber en alles. Dus ja, ik denk dat dit op zich wel zo gaat werken. Het enige nadeel is, ik wil een leuke achtergrond ervoor gaan maken. En ik wil verschillende achtergronden wil gaan maken. En ik wil experimenteren met achtergronden. Dus ja, hoe gaan we dat dan precies aanpakken? Nou, in ieder geval, dit wordt één huisje zo. En... ik weet niet, zo kan ik de deur niet goed doen. Nou ja, sowieso is deze ook al één te breed, want dit is niet echt synchroom. En dan beginnen de mensen weer van, het is niet echt synchroom. Wil je alsjeblieft synchroom maken, want ik vind dit nou, ik kan daar niet tegen. Dat kan ik begrijpen hoor, ik ken er zelf eigenlijk ook niet tegen. Dus zo. Nee, ik wil geen torch plaatsen, ik wil gewoon een... Dankje. En dan deze zo neerzetten. Misschien is het wel een leuke inspiratie idee voor hem. Zelfs dit huisje met de trap, zelfs hier ken ik dan nog een tafel in pleuren en... een... stoel, dus kan het zeker hartstikke leuk maken. Zo dan hier een deur. Dat is geen enkel probleem. Toch? Ik vind het zo goed zat. Even kijken. Dus dan hebben we dadelijk de meubels nodig. Maar zoals ik al zei, dan wil ik eerst eventjes verder van de map explored hebben. Dus ondanks dat daar nou zo'n corruptiebiome zit... denk ik dat de tijd is aangekomen dat we toch de hele service gaan exploren. Plus we hebben running boots. Dus ik denk dat we niet echt veel ons eigen zorgen hoeven te maken. Dus ondertussen dat we door de frostbiome heen lopen. Oh ja, ik wil een... Zie je nou wat ik één ding vergeet? Ik wist het. Ik vergeet één ding. Waarschijnlijk kan ik er nog zelfs vanzelf maken. Een nieuwe hakbijl. Ik bedoel, we hebben nog steeds een copper axe. Die is zo traag als maar zijn kan. Daar heb ik echt geen zin in. Even kijken hoeveel bars heb ik nog. Platinum, ja, silver bars volgens mij net niet. Volgens mij ken je dat net niet met die silver bars. Nee. Zien we zo. Nope. En dan zou ik het toch van platinum moeten maken. En dan die klok, ja, dan moeten we maar wat meer platinum nog eventueel later... Dit is de snelste, waarom ook niet? Gewoon doen, YOLO it. We hebben een goede armor. En die klok, die kan wel wachten. Hoppakee, waar hebben we de bijl? Platinum Axe, here we go. Hoppakee. Anders blijf ik er zo wat in hangen. Oké, nou deze die kunnen we dan nog eventueel verkopen. Hartstikke leuk, want ik hoop namelijk dus nog zo'n boom te vinden. Met nog zo'n kistje aan de onderkant. Waarin dus een Living Loom wand zit, want die hebben we dus helaas nog niet. Jij mag deze hebben, alsjeblieft, voor jou. Dan ga je maar goud hakken, weet ik veel. Goed. Nou, wij hebben de running boots, dus wij kunnen zo snel mogelijk nou die kant weer op gaan lopen. Dus, mocht ik iets nieuws zien, zoals bijvoorbeeld deze nieuwe plant. Yay, ik wil die plant hebben. Vergeet niet, dice kunnen later ook heel erg veel geld waard zijn. Dan, ja, wie weet, misschien komen we nog wel leuke dingen tegen. Dus, ik knip heel even naar voren toe, want we willen wel wat progress hebben. Oké, we zijn terug bij de corruptie.
En nou gaan we er ook doorheen ook. Oh. Maar dan wel voorzichtig. Ik bedoel... Ik wil geen onnodige schade nemen of iets in die trend. Met onze platen en pickaxe kunnen we hier niet doorheen minen. Ik dacht dat we dat wel konden. Nou, dan gaan we er toch overheen. Laat ik mij daar. Hoppakee. En dan komen dus die vervelende... Eaters of Souls. Maar op zich denk ik nou wel dat we ze goed aan kunnen. Oh, oh boy. Ik word behoorlijk geswarmd. Oh boy. Dit is dus het gevaarlijke van... Elf graag. Kijk, als we dit armor nou niet hadden gehad, dan waren we hartstikke dood geweest. Dus ik ben blij met ons armor, maar laten we hier maar zo snel mogelijk doorheen lopen, want hier wil ik nog niet zijn. Tenminste, zolang ik nog niet de Eye of Cthulhu heb verslagen. En iets meer... Nou ja, defense zitten we eigenlijk best wel hoog nu op het moment mee. Met het beste... Ik heb nog niet echt er een goede wapen voor, laat ik het zo zeggen. Nee. Oh nee, je duwt me echt daar niet in hoor. Nog niet misschien. Oh, we moeten echt opschieten nu. We zitten in ieder geval niet meer in de frost biome. Dat is alleen maar gunstig. Het begint alweer nacht te worden. En dan dadelijk nog het ergste. We moeten dadelijk dus ook nog langs de jungle biome. Ja. Want in de jungle, daar wil ik dus ook nog een beetje van dat junglehout hebben speciaal voor. Maar laten we nou maar hopen dat we nou nog zo'n gigantische boom tegenkomen. En dus living loom kunnen vinden. Zo'n gigantische boom met twee van die crafting dingen. Nee, hoge bomen, dus er zou hier best een hoge boom kunnen spannen weer. Ik bedoel, we kunnen nou lekker snel door het spel. Of ja, snel door het spel, snel door de wereld heen. Weer een extra... Desert. Weet je nog dat we hiervoor bang waren? En weer een corruptie. Oh boy. Nou ja, we hebben een grapplinghoek. We kunnen best snel uit de voeten wezen nu. Dus ik heb zoiets van gewoon snel lopen. Snel. Niet te lang stil blijven staan. En ik weet het, het is weer even heel erg LP-onvriendelijk. Maar ja, dat is altijd met die corruptie. Daar is het altijd duister. Oké, nou. Oké, we hebben een corrupte desert. Die eindigt hier weer. Volgens mij zijn we al bijna gewoon... Nou ja, zo te zien is het toch alweer bijna nacht. Oké, we hebben de dungeon. Eens even kijken of we alvast zo'n boek kunnen krijgen. Dat is altijd handig. Ik zie al dat we al het een en ander van die enemy dinges kunnen krijgen. De boeken hier zijn weggehaald. Nee. En nou durf ik hier dus nooit echt diep in te gaan. Hoi. Ik weet het, het is nacht. En nog ben ik niet bang voor jou, want ik ben nou goed geëquipt. Oh boy. Kom hier. Waarom zullen we... Weet je wat? Laten we Skeletron oproepen. Ik weet zeker dat we die al aan kunnen. Oké, nou, ik ben benieuwd. Misschien... Nope. Helaas, geen waterbolt. Geen early waterbolt. Helaas. Dat is eigenlijk best wel jammer. Dat is teleurstellend. Waarom is het eigenlijk nou allemaal van die hele extreem donkere nachten? Ik bedoel, ik snap dat een nacht donker hoort te zijn, maar... Het is wel heel erg extreem op sommige punten. Nou, hebben we hier nog een gigantische boom of ken ik al terug? Want ik moet zeggen dat we ook extreem weinig kistjes krijgen. Van die service kistjes. Ik bedoel, we hebben nog niet eens een simpele egglet die je dus normaal gesproken heel erg makkelijk vindt. Oké, dan kun je ze ook krijgen uit een kreet. Daar niet van tijdens het vissen, maar... Normaal gesproken is het een van de eerste accessoires die je krijgt. Hoi. Vervelend oogbal. Wat zijn we nou, bij de desert? Of sorry, bij de beach. Dit is beachmuziek die al speelt. Yep, we zijn nu al bij de beach. Nou ja, misschien kunnen we hier nog even een onderwaterkistje even plunderen. Wie weet. Oh, sorry Squidward.
En geen onderwaterkistje. Oké, okay, doei. Nou, dan ga ik nog heel eventjes de andere kant exploren. En dan even kijken, want hoeveel hebben we daar geëxploreerd? Waarschijnlijk tot en met de jungle. En dat kan nogal gevaarlijk worden, maar ik wil wat junglehout hebben voor ons huis. Dus ik zie jullie bij de jungle. Hopelijk zelfs overdag, want anders zien jullie er alsnog nog niks van. Nou, ondertussen heb ik al een zombie bannen, want ik mag hier niet weg. Ah, ze spannen echt like crazy. Ik heb net ook al een shackle weer te pakken gekregen nadat ik 6 of 7 zombies tegelijkertijd neergehaalde. Maar als ik dit neer kan halen, dan... Ja, jullie zien trouwens dat ik ook al een potion weer nodig heb gehad. Maar als ik dit allemaal neer kan halen, dan kan ik zeker de jungle ook wel eventjes overleven om daar even wat bomen neer te halen. Dus hoppakee. Oh, ik neem echt een gigantische lading damage af en toe. Het vervelende is, die ogen die gaan om je heen lopen slingeren. En dat is zo vervelend. Maar het is echt gewoon één grote leger. Alsof dat nog een bladmoe gaande is. Maar ja, gelukkig neem ik niet meer zoveel damage omdat we een enorme defense hebben. Maar kun je nagaan, we hebben een defense van 20 en die ogen die geven ons nog steeds 25 damage. Sluit het over me heen. En nope. Nope. Ik ben zo blij dat ik dat ding daar dicht heb gemaakt. Het is zo'n nadeel dat je die oogballen bijna geen damage kan doen. En het valt me eigenlijk tegen dat we pas zo laten shackle krijgen, aangezien dat er een increased chance is op items. Dus hetzelfde met de Nazar, die is dus nou iets makkelijker te krijgen als dat we hem anders krijgen. Dus ik hoop niet dat we nou weer Nazar problemen gaan krijgen, maar tot nu toe... Nou ja, we mogen niet klagen. Ik bedoel, we hebben heel erg snel de metal detector te pakken gekregen, dus... Oké, oogbal, ga neer. Ondertussen ben ik dus hier oorlog aan het voeren met de environment. En heb ik de ene oogbal neer, dan komt de andere oogbal me vervelen. Zo erg is het. Nou. En heb ik 1 zombie neer, dan komen er 5 zombies voor terug. Dan heb je zoiets van, ja, loop dan gewoon door. Maar ja, dan loop ik de hele tijd tegen zombies aan, want het is heel moeilijk te zien waar dat je loopt, omdat het zo donker is. Oh, de dag die heeft nog nooit zo lekker aangevoeld. Ga weg. Ik heb het irritant. Het is nu dag. Dus geen wat anders pesten. Ik had 4 oogballen om me heen en cirkelen gewoon en... Nou ja, we hebben alleen maar weer de slimes waarmee we moeten dealen, maar... Het allerbelangrijkste is dus dat we dus nou de hele service dadelijk hebben geëxplored. En dan kunnen we kijken of we dus met een living loom wand of met de andere basics maar gewoon aan de slag moeten gaan. Maar we moeten dus eerst de jungle nog zien te trotseren. En dat kan heel gevaarlijk worden met de gevaarlijke planten en natuurlijk met de zoobats die daar spawnen. Ja, ik heb trouwens pijlen genoeg. Hoppakee, 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 hoppakee. Kom maar. En net zoals net, die slimes, daar heb ik nog steeds een hekel aan. Dus die negeren we gewoon. Nou, trouwens, ik spring gewoon over jullie heen. Zie. Nou ja, over jullie ken ik niet springen, want jullie gaan me dan irriteren totdat jullie... of tot ik, of dat jullie dood zijn. Daar heb ik ook eigenlijk weinig zin in. Dus, oké. Nou, we zijn hier eindelijk. Ik ga heel eventjes snel wel hout hier even verzamelen. Oké, nou, ik denk dat ik nou wel genoeg hout van de soorten heb. Ik bedoel, ik heb dan geen corruptie hout, maar dat maakt mij ook niet echt zoveel uit. En vergeet niet, dit is gevaarlijk trouwens. Nou ja, hier hebben we natuurlijk ongelukkig wat serverkistjes. Maar ik zie nog steeds geen anklet en daar baal ik nog steeds van. En ondertussen ben ik hier rustig aan het verzuipen. We hebben een quick shackle of een gewone shackle. Ik leg hem gewoon heel eventjes hier neer. Maar de inhoud van die kistjes mee kunnen nemen. Ga neer. En ik weet niet wat jij in je hebt. Volgens mij is het de golden coin die jij hebt. Oh boy. Bees. Not the bees. Ik weet niet waar dat die bij vandaan kwam. Maar ben ik poison? Oh, auw. Ken ik jou misschien? Oké, ik doe niet echt veel damage, maar het doet iets. Jullie wil ik eigenlijk nou nog niet dealen. 42 damage zeg, hallo. Het voordeel is met dit ding, ik raak ze dan wat meer. Niks ervan slime. Ja, ga maar die kant op. Verder negeer ik jou dan gewoon. Praten we nergens meer over. Het lijkt wel alsof dat ze golden ore in zich hebben of een golden coin. Volgens mij is dit een golden ore. Niet dat ik iets in golden ores heb, maar... Ah, dat was gewoon cash. Gewoon keiharde centen die ze bij zich hadden. Nou ja, oké.
Ik heb zoiets van snel hier doorheen lopen, des te sneller weet ik zeker dat ik dit ga overleven. Oh ja, klopt ja, vanaf 1.3.1 zijn er beehives bijgegooid. En als je die kapot maakt, daar vallen bijen, daar komen bijen uit. En daar wil je zeker voor uitkijken. En je hebt een swiftness potion en die wil ik hebben. Want als we een baas gaan doen, dan ja, zijn swiftness potions altijd handig. En een egglet? Nee. Torches, die mogen van mij weg. Copper bars, die mogen ook weg. Dat mag weg. En de boomerang, die kunnen we weer verkopen voor misschien wat geld. Waar ik wel van, want echt, normaal gesproken is dat het eerste wat je vindt. En tot nu toe heb ik nog niks gevonden. En ik wil eigenlijk niet echt hier naar binnen toe, maar... zombie banner hebben we nog steeds nodig. En komt de zoobed aan. Jungle bed, nog erger. Auw. Eens even kijken. Builder potions die zijn altijd handig. Daybloom seeds hebben we zeker nodig. Water candles kan ik ook niet weggooien. Deze dingen die gebruik ik nooit. Dus die mag weg. Oké, okay, dat is alvast één ding. Heb ik al 99 touw? Hi. Mag ik heel even? Ik ben heel eventjes bezig met een kistje, ja? Nou, als ik al 999 touw heb, heb ik niet meer nodig. Die wil ik eigenlijk ook hebben. Waarom heb ik deze nog niet in de bouwbak gedaan? Dat was niet slim. Recall potions, nou ja, die verkoop ik toch niet echt voor zoveel. En deze die kan ik mooi hierbij gooien. Niks daarvan! Kom op. Hop. Daarmee kunnen we eventueel roop van vines collecten. Dus ja, dan kunnen we vines collecten. Hartstikke leuk. Je hebt een oor in je. Ik wil weten welke oor dat is. Of misschien is het zelfs wel geld. Ik weet het niet. Wat het ook is, ik wil het hebben. En het boeit me niet dat mijn inventory vol zit, want ik blijf gewoon nog eventjes doorzoeken. Wat is dat voor oor? Tin oor. Ga toch weg. FTO. Oh. Oké, okay, nou voor die beehives willen we zeker vooruit kijken. Maar we hebben dus geen egglet. Tenminste, nog steeds niet. En die hebben we nodig voor de superboots. Dat kan problematisch worden als we die niet krijgen. Ah ja, tot nu toe gelukkig hier ook nog geen rupsie. Wel heel veel zoo Batmans. Dat is het nadeel van de jungle. Daar spannen ze gewoon dus ook gewoon boven grond. Misschien zit hier nog ergens een kistje. Misschien niks. Vervelend. Hi. Wat zijn we irritant. Wat zijn we zeer irritant. Ga nou weg en... Daar heb ik... Jeetje, wat spannende veel. Oké, okay, elf zit er. Oké, enough. Sleep. Ik heb hier geen zin in. Ga weg. En jou nog. Oké, okay, mooi. Wegwezen hier. Kom op. Kom op, grijp. Nou, dank je. Ik bedoel, zoveel langer kan de jungle toch niet meer zijn. Oh, coin portal. 10 gold gewoon uit een coin portal. Wauw. Coin portals die zijn ook een beetje meer common trouwens in expert mode. Oh, we hebben de jungle. Nee, we zijn nog steeds in de jungle. Er zijn nog steeds junglebomen. Ik weet niet waarom dat mijn karakter daar in één keer stil stond, maar... Ik krijg af en toe wel eens lag spikes en dat is gewoon zwaar irritant. Oh boy. Gewoon... Sta je rustig gewoon... Vissen in elkaar te slaan. Zo gek is dat gewoon. Nou, de jungle in ieder geval gehaald, dus nu is het nog alleen maar een lange loop. En kijken of we hier nog een grote boom kunnen vinden of eventueel nog wat kistjes. Wacht eens eventjes. Is dit weer niet zo'n onderkoffer stiekem secret shrine? Ja, toch? Toch? Ik ga even snel kijken. Ik bedoel... Ja, ik weet niet of die sterker is als een platinum soort, maar als we een platinum soort, als we zo'n sterk zwaard te pakken kunnen krijgen, ik bedoel, volgens mij kan die ook nog eens een keer beam schieten, dus.
En is hij vol automatisch? Dat weet ik dus niet zeker, maar... Nou, en voor de mensen die denken van, oh nee, dan moet je daar heel een stuk weer terugklimmen. Dat valt op zich wel mee. En oh boy, zo bad man. Zelfs als je rustig naar beneden graaft, laten ze je nog niet meer rust. Dankjewel voor je geld. En doodgaan willen we nu zeker niet, omdat we die coin portal hebben gevonden. Oké. Dit ziet er niet uit als een shrine. Wel een kistje. Auw. En een slime. Oh nee, het loopt hier nog door, sorry. En een radar, die hadden wij toch alleen? Ja, die hebben we alleen. Potion of Swiftness, die kunnen we zeker gebruiken. Recall Potion hebben we niet nodig, die hebben we niet nodig. Ga jij nou toch eens fietsen? Ik bedoel, ik hoor gewone muziek. Dus jij mag me niet meer lastigvallen. Het staat in het reglement. Je hebt een jungle bed, dit is geen jungle meer. Ga weg. Die mag weg. Lege flesjes zijn altijd handig. Lege flessen, leven zin. Ik ken deze trouwens ook wel eventjes, want die hebben we nou op het moment niet even nodig. Dus ik kan gewoon even dan daar plaatsen. Die wil ik hebben. Reduces enemy aggression. Die had ik net eigenlijk moeten gebruiken dan. Twee boomerangs. Volgens mij zijn ze niet echt veel waard. Ik gooi er gewoon eentje weg. Kom, maakt niet uit. Gewoon doen. Gewoon doen. Oké, wij gaan weer verder naar beneden. Kijken of hier wat te vinden is. Nou, we hebben weer zo'n shrine ding gevonden inderdaad. Nogmaals bedankt voor die tip daarvoor. En ik zie niet dat ik hier iets mee zou kunnen. Dus we doen gewoon maar dat. En hij is nep. Dat is altijd zo vervelend als je altijd van die neppe dingen hebt. Helaas. Maar zoals ik al zei, we zijn er heel erg snel uit. Zeker als je dat vooruit knipt. Maar nee, echt serieus. Met onze hookshot waren we er best wel snel voor. Ah, pa, 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 pa. Misschien is het handig om een zwaard te selecteren en niet met een pickaxe. Het nadeel is, ik probeer nou te rushen en dat is eigenlijk niet een goed idee om dat te doen in expert. Oké, hier hebben we een corruptiebiome. Damn. Oké, daar wil ik zo snel mogelijk doorheen. Hier wil ik geen seconde te lang in blijven. Het zit ook nog eens een keer in een desert. Lekker gevaarlijk. Hartstikke leuk. Oké. Blijf maar rennen. Oh, dat is... Nou, trouwens, daar hebben we... Shackle heb ik al daar namelijk staan. Ah, gewoon een shackle. Dat is deadweed seeds. Kunnen we altijd gebruiken. Deze kan ik nog altijd maken. Deadweed is namelijk voor battle potions. En battle potions die gaan we zeker ook nodig hebben. Zo, 50 damage van een corruptie fish. Jeetje. Oké, we krijgen een heel leger achter ons aan. Gewoon rennen. Gewoon rennen. Af en toe een pijl naar achteren schieten. En gewoon niet achterom kijken. Gewoon rennen. Oké, we zijn al bij de beach. Het enige nadeel is, we hebben toch helemaal geen explore-dinges. We hebben geen diepe boemen meer. Boemen. Maar het is altijd handig om te weten of hier nou een kistje in zit of niet. Dus zit hier een kistje? Wacht even, dus ik heb... Ja, er zit hier een kistje. Hartstikke leuk. Weten we in ieder geval tot daar dus een kistje zit. Goed, ik ga terug naar huis toe en ik zie jullie daar in de seconde. Kan ik heel eventjes de inventory clearen en dan gaan we eventjes nog verder met bouwen. En ik ben bang dat de basis in de volgende aflevering gaat komen... Maar, nou ja, liever dat dan helemaal, te lange aflevering in elkaar gepropt, laat ik het zo zeggen. Auw, auw. Ik wil naar huis, stomme slime, ga weg. Plus we hebben zoveel mogelijk gold coins weg te halen. Dus ik ben terug in een seconde. Goed, we zijn terug. Inventory die is bijna helemaal geleegd. Ik zie dat ik nog lenzen heb. Woep. Het is eigenlijk best wel grappig hoeveel ogen dat ik al wel niet verslagen heb en dat ik maar twee lenzen heb gekregen. Maar goed, buiten dat. We hebben dus nu genoeg verschillende soorten hout, waardoor dat we dus boven het een en ander wel leuk kunnen maken met verschillende deuren. Zoals je kan zien, we kunnen de Boral Wood Doors maken, we kunnen gewone deuren maken, we kunnen Rich Mahoney Doors maken. Dus genoeg deurvariatie die we erin kunnen gooien van hout, want we zitten in een boomhut, dus daarom wou ik dat ook zeker doen. Deze kunnen we dus helaas niet maken, maar daar hebben we toch wel al een paar deuren nou van. Dus ik heb zoiets van, laten we een paar van deze maken. Doe er maar drie. En laten we er ook een paar, even kijken, waar zitten ze, van de Boralwood Doors. En zoals je kan zien, ik heb hier ook alles al een beetje gekleerd, want dat was ondertussen wel een beetje nodig. Hieronder hebben we dan de gewone deur nog. En dan ga ik heel eventjes bij mijn meubels even kijken of we daar nog eventueel iets hebben. Trouwens jongens, speciaal voor jullie, hij is ook weer teruggekeerd hoor. Hij is weer terug.
kistje! Met de kistjes er natuurlijk in. Ik heb hem speciaal voor jullie er weer op teruggegooid. En ik heb ook eventjes mijn coins al gelijk in de piggybank gegooid. In mijn piggybank daar zit nu een enorme behoorlijke stack money. We hebben al 34 golden coins. Bijna al genoeg voor een mini shark. Mocht dus die gast komen. Extra radar die hebben we niet nodig. Dus die kan verkocht worden. Magic Mirror die hebben we nog eentje altijd nodig. Dus voordat we met de achtergrond en alles gaan beginnen, heb ik zoiets van, laten we eerst eens even gaan kijken hoe dat we het precies gaan inrichten. Sowieso wil ik hier denk ik dan de Mahoney Doors. Hartstikke leuk. Dan mag hier wel een deze deur. En dan houden we nog twee deuren over. En dat komt eigenlijk best wel verkeerd uit. Want nou ja, maakt niet zoveel uit. Hier kunnen we dan een ruimte voor maken. Daar kunnen we ruimte voor maken. 1, 2, 3... Ik denk dat dit allemaal goed genoeg is om huizen van te maken. En natuurlijk boven, daar komt mijn eigen spanplek te staan. Dus wat we nodig hebben is, we hebben heel veel silk nodig. Want wij willen natuurlijk nou een bed gaan maken en meubels en verschillende achtergrondjes. Dus ik ga heel eventjes kijken hoeveel hebben wij ondertussen al qua materialen. Daar hebben we nog best wel veel van, dat is alleen maar gunstig. We zouden voor iets van cactusarmen kunnen gaan. Maar met drie soorten hout, dat lijkt me eigenlijk het leukste om dat gewoon te doen. Dus pak er gewoon drie verschillende soorten hout. Ik begin gewoon zomaar in één keer te haperen in een tekst. Leuk joh. Not. Oh ja, en ik heb de shackle trouwens ook geëquipt. Dus toch weer één extra defense. Die hadden wij ook wel van hem gekregen. Maar nu hebben we ook nog eens een keer extra movement speed. Hartstikke leuk. Zijn we weer ietsje sneller. Goed. Meubels, achtergrond, we hebben het allemaal nodig. Dus voordat ik terugloop eigenlijk richting, want we kunnen ook alles hier bouwen. Dus maakt niet echt zoveel uit. Ik wil kijken hoeveel zand hebben we nog. Maar volgens mij hebben we niet echt genoeg nog om redelijk wat... Dankjewel Mellen. Nee, maar volgens mij hebben we niet genoeg om echt een gedeelte van ramen of iets te maken. En hey, we kunnen weer zo'n mooie mannerskristal gebruiken. Dus dat ga ik dan ook zeker gebruiken. Ik zit wel eventjes een planning te doen van hoe ga ik het precies aanmaken. Want aan de ene kant, glas, het is leuk om te hebben. Laten we eerst eventjes de silk even omzetten. Zo, dat is zat. Want je wil ook altijd kopwerk nog een beetje bijhouden. Dus dan mag dat weer terug in de materialen doos. Hier hebben we niet nodig. Ga weg. Nadat we glas, of ja, dat we zand hebben. Ik denk dat we wel iets kunnen maken ervan. Ik zal ook eventjes trouwens gelijk het iron pakken. Want met iron kunnen we ook het een en ander nog maken. Dus zoals chains. En met chains kunnen we dan ook weer het een en ander weer erbij gooien. Dus chain. Daar hebben we hem. Gooi er ook eventjes bij. Goed, eerst even kijken. Wat kunnen we nou allemaal maken? Want ik zie dat we heel veel kistjes kunnen maken. Ik heb nog niet de heavy workbench hier staan. Die zullen we ook nog eens eventjes bijkomen. De loom hadden wij hier al eentje staan, toch? Ja, die hebben wij hier eentje staan. Maar de sawmill zie ik hier nog niet tussen staan. En die moeten we natuurlijk ook eentje hebben. Want anders kunnen wij geen bed maken. Eens even kijken. Die staat hier. Die moet ook nog eentje maken. Hoppakee. En nou moeten we eens kijken hoeveel dat we wel weer kunnen maken. Een grandfather's clock. Die wil ik zeker wel eentje in mijn slaapkamer hebben. Waarom? Het staat gewoon leuk. Dus die maken we gewoon één. We hebben verschillende tafels nodig. We kunnen weer weapon item frames, weapon racks. We kunnen weer van alles maken. Flashback huisje. Nou, we hebben al te veel weggegooid, dus dat gaat hem helaas niet worden. Plus, het is expert mode, dus dat is te veel gedoe. Tailgate. Ik denk dat het wel leuk is voor onze deur om gewoon echt twee gates te maken. Hoe groot waren die dingen eigenlijk? Die zijn best wel groot. Maar die zijn wel leuk om eigenlijk hier te plaatsen. Dus ik denk dat ik er zeker twee ga maken, dat we die gewoon daar gaan maken, dat het echt een boomgate wordt. Dus, kan ik er nog eentje maken? Was dat niet bij de heavy workbench? Ja, tailgate. Nog eentje maken, zo... Oké, okay, dan de meubels. Rich Mahoney bed kan ik maken. Die ziet er op zich wel gaaf uit. We kunnen een stoel in plaats van een tafel kunnen we dan zo'n bank maken van Rich Mahoney. We kunnen zo'n bed maken. Nee, ik denk dat ik voor dit bed ga. Dat vind ik een van de mooiere bedden. Waarom ook niet? De gewone doorsnee bank. Nee, dat is de mainstream. Die is saai. Iedereen is saai. Even snel kijken. Rich Mahoney klok. Die is ook wel leuk. Maar daar gaan we nou niet voor. In plaats van stoelen banken neerzetten. Waarom ook niet? Ook van de Mahoney. Hartstikke leuk. Is namelijk het gevaarlijkste om die te plaatsen. Ik geloof dat we daar nog een tafel nodig hebben. Dus laten we voor de slaapkamer dan ook even een dresser eventjes pakken. En eventjes een gewone tafel. Gewoon Rich Mahoney tafel. Waarom ook niet?
En dan moeten we dus ook nog voor de andere kamers eventjes gaan beginnen. En dat denk ik dat ik dan een beetje de boardstyle van deze wood sofa. Dat ik er daar even twee van maak of zo. Ik bedoel, we hebben het stuf genoeg. Even kijken, waar hebben we de tafel? Oh ja, wooden bathtub. Dat is gewoon een... Dat is gewoon een... Juist. Gewoon zo'n ton die je in de westernfilms altijd ziet. We kunnen wel een ritje chandelier, dat vind ik wel mooi om eigenlijk eentje te hebben. Ik moet wel een beetje uitkijken dat ik niet te veel, want we hebben namelijk nog verschillende houtachtergronden die we dus ook kunnen maken. Dus even kijken, ik heb nog twee banken. Laat ik heel eventjes wat tafels er eventjes nog bij maken. 1, 2, 3. Dan nog één zo'n bank, waarom ook niet. Volgens mij werkt dat hetzelfde als een stoel, zo niet. Dan ben ik hier hout aan het verbrassen, daar word je niet vrolijk van. Ik ken wat lanterns. Ja, die lanterns die vind ik wel mooi eigenlijk. Ik denk dat ik die er zeker een paar even in wil plaatsen. Even kijken. We hebben een deur hadden we allemaal al. We hebben nog één deur zelfs over. We hebben drie sofas. Ik denk dat we heel eventjes nou alvast met interieur bezig gaan. Om even te kijken hoe dat het er nou uit komt te zien. Dus ik bedoel, we hebben al heel erg veel. De slaapkamer is een van de priorities. Omdat we dan eindelijk hierboven gaan spawnen. En dat zal zeker heel erg fijn zijn. Het enige wat ik nou vergeet is een achtergrondje. En ik wil natuurlijk voor mijn slaapkamer wil ik nu dus een mahonie achtergrond hebben. Zo'n jungle achtergrond. Dus die zag ik hier toevallig net staan. Dat is deze. Rich Mahoney Wall. Ik denk dat dit wel zat is. En ik heb trouwens al wel voor dat we de marble gaan gebruiken. En dat wil ik ook zeker in de volgende aflevering doen. Nadat we een boss battle hebben gedaan. Dus don't worry. Want waar blijft nou die wall of house of amazing comments? Ja, dat dus. Dus ik ga heel eventjes hier de bovenkant heel eventjes. Dadelijk ook nog een paar mooie raampjes erin maken. Zo. Ik hoop dat ik het er genoeg heb gepakt. Want hier wil ik namelijk ook tot de nurse inkomt. Want die wil je namelijk op je spawnplek hebben. Plus, ik wil hier ook nog eens een keertje tot hier. Ja, dit ziet er wel gaaf uit zo. Dan deze rits ook nog. Of dat wordt de andere rits, dat weet ik niet. Maar nou ziet het er nog even zo uit. Deal with it. Zo. Ik denk dat het dadelijk iets anders gaat worden. En ik zie al tot dat hier. Anders ziet het er niet uit. Oké, nou het bed die wil ik natuurlijk allemaal helemaal gelijk hier hebben. Ik heb een kroonluchter speciaal voor de gelegenheid om te laten zien. Dit is... This is my space. Ik heb ook een sofa en een dresser. Ik zet de sofa zet ik hier neer, de dresser zet ik hier neer. En dan vraag ik me al af, is dit al een huis of mist het nog een tafel? Nee, dit is al een huis. Dit wordt al beschouwd als een huis. Geweldig. Dus dat wil zeggen... Your bed is obstructed. Oh ja, dat komt omdat... Dat. En... Dat. Zo. Yay, we hebben onze spawn point! Victory! Eindelijk! En de nurse is gearriveerd en die komt natuurlijk dan ook gelijk hier wonen. Oké, nou dan ga ik gelijk heel even snel kijken hoe het er nou uit komt te zien als ik hier dus nou... hier eventjes een bank. Hier eventjes een bank. Maar trouwens, ik denk dat ik die banken beter eigenlijk hieronder neer kan zetten. En deze die zou op zich wel kunnen, maar deze, daar denk ik dat die iets te groot nog voor is. Dus, dan moet hier nog een bank even kussen. Die kan dan hier zo staan. Wie daar dan ook komt te wonen, dat weet ik niet. Dat maakt me heel weinig uit. even kijken. Tafeltjes. Dan mag hier een tafel komen. Zo lekker bij die bank. Hier kan dan een tafeltje komen. En ja, het probleem is... Kijk, dit dacht ik dus al dat dat een probleem zou gaan worden. Dus ik denk dat ik hier inderdaad dat in een grotere ruimte moet gaan doen. Ik denk niet dat ik hier een tafel anders kwijt nog kan. Ja, ik heb hier nog een gewone tafel. Wacht eventjes. Als ik nou eens deze zo plaats. En dan daar de bank naast. Net niet, hè. Als ik hem misschien anders plaats, maar... Wacht, ik ken hier een bank kwijt. Ja, maar dan kan ik geen tafel meer kwijt. Ah, passen en meten, irritant, vervelend, help. Waar zet ik die laatste neer? Nou, weet je wat, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat ik gewoon dit doe. Zo. Nou, het enige nadeel is, dan kan de deur dadelijk niet meer fatsoenlijk open.
Nee, sorry, dat fixen wij gewoon. Dan doen wij gewoon eventjes nog hier een extra lading. Zo, kijk. Dan kan die op de andere kant open. Oké, het enige wat we dus nu nog hoeven te doen is hier het op te vullen. Daar moet nog een stoel bij komen. En voor de rest denk ik dat we op zich wel goed zitten. Die gates wil ik nog heel even plaatsen. Eventjes snel. Waarom ook niet? Dan gaan we nog heel eventjes snel aan de achtergrond werken. Even kijken, hoe hoog is dat? 2 blokjes extra. Oké. Dus eventjes hier 2 blokjes extra doen. Deze kant ook. Want het leuke van zo'n gate is... Dit is gaaf, jongens. Oh, dit ziet er echt heel erg leuk uit. Oké, we hebben achtergronden nodig. Dus, ik wil een boral wood achtergrond hebben. 200 zal wel zat zijn. Deze hebben we die nog extra nodig. Voor de zekerheid misschien dat ik toch nog een extra verdieping nog extra in dat hout wil hebben. Hier hebben we er ook nog wel wat van, maar daar wil ik dan toch nog wel wat extra van maken. En natuurlijk willen wij ook glas in ons huis maken. Laat ik daar 60. 60 is even dan. Oké. Nou, eventjes het snel opvullen. En dan zie ik jullie in de seconde zien jullie het eindresultaat. Want anders wordt deze aflevering wel extreem lang. We zitten al over de 36 minuten. Oh boy. Jongens, dat bewaar ik mooi voor de volgende aflevering. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Ik wou het huis jullie dolgraag nog laten zien. Maar hier heb ik helaas dus geen tijd nog voor. Ah, dat zullen we altijd zien op het moment dat het niet uitkomt. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Want dan gaan we tegen de Eye of Cthulhu vechten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!